Dames en heren, sinds de mensheid bestaat en sinds we weten dat er leven op aarde is, gelooft de mens op de een of andere manier erin dat er buiten ons om op aarde er ook leven buiten deze aarde moet zijn. Men beschrijft het op verschillende vormen. Sommige mensen zeggen het zijn aliens, sommige mensen noemen het buitenaards wezens. En we gaan toch Martin Pandy vragen over zijn gedachtegang hierover. Hij is, by the way, docent internationaal toerisme en management. Martin, welkom in Klaarjorkel. Geloof jij dat er leven buiten onze aarde is? Nou, het lijkt me heel sterk als we de enige levende wezens in het hele universum zijn, hoor. Dus ik denk het wel. Ja, maar hoe ben jij op die gedachte gekomen? Sinds wanneer loop je ermee en van zeg, hé, er moet toch wat zijn? Nou, als kleine jongen, even kijken... Op de Mulo-school heb ik een spreekbeurt gehouden over aliens. En ja, toen had ik wat materiaal verzameld. En vanaf dat moment heeft het me eigenlijk niet meer losgelaten. Ben ik steeds verder en verder en verder gaan graven. En een paar jaar geleden is er een organisatie in Suriname opgezet, MUST. MUST staat voor meldpunt UFO's boven Surinaams territorium. En daar was ik onder andere ook lid van. Die organisatie bestaat overigens niet meer. Maar ik heb mij door de jaren heen heb ik mij steeds meer verdiept in de materie. En ik moet er direct bij zeggen, hoe verder je graaft, hoe meer vragen het allemaal oproept, in plaats van dat het antwoorden geeft. Dus, maar dat gaat zo meteen wel blijken, denk ik. Ja, maar welke vragen komen zo op naar voren, van naarmate je verder graaft? Nou, laat me alvast beginnen, een onderscheid te maken. Je hebt UFO's en aliens. En UFO's, UFO staat voor Unidentified Flying Object, dus een onbekend vliegend object. En die bestaan zeker. De NASA heeft niet zo lang geleden zelf beelden vrijgegeven van piloten die dus die UFO's hebben gezien. Nou, de eerste vraag die dan zeg maar in me opkomt, of bij mensen opkomt, is: maar wat zijn ze? Wat zijn die UFO's? Waar komen ze vandaan? Zijn ze buitenaards of zijn ze aards? Er is een theorie die zegt dat het om spionagetoestellen gaat van de Verenigde Staten, China, Rusland of een andere mogendheid. En omdat die UFO's dikwijls, maar niet altijd, in de lucht worden gezien, gaan we er spontaan vanuit dat ze uit de ruimte komen. Maar is dat ook zo? Komen ze ook echt uit de ruimte? Of komen ze gewoon van de aarde? Er zijn gevallen bekend waarbij een UFO of UFO's uit de zee kwamen reizen. Dan is het ook nog zo dat UFO's niet iets zijn van tegenwoordig. Hè? Ik heb je wat afbeeldingen gestuurd waarin je dus kunt zien dat er reeds in de oudheid het fenomeen UFO al speelde. Er zijn schilders die dus op hun schilderijen die dingen hebben afgebeeld. En het wordt er eigenlijk pas interessant als we kijken naar het fenomeen aliens. Er wordt door ufologen, maar ook door heel veel mensen, wordt aangenomen dat aliens, dat zijn de wezens dus, de buitenaardse wezens, die de ufo's bemannen en besturen. Dat komt ook omdat er gevallen zijn gemeld waarin we mensen aliens uit ufo's hebben zien komen. Van de andere kant is het natuurlijk ook aannemelijk dat er onbemande ufo's zijn. Denk maar aan onze eigen drones, toch? Die dingen vliegen en we kunnen exploren met die apparaten. En ja, de vragen die natuurlijk reizen zijn: 1. Waar komen ze vandaan als het überhaupt om aliens in UFO's gaat? Hè? Komen ze van een andere planeet? Komen ze uit een andere dimensie? Uit een andere tijd? Wat willen ze van ons? Willen ze ons bestuderen? Willen ze iets anders van ons? Of willen ze helemaal niks? Ja. En de belangrijkste vraag is, waarom zo geheimzinnig? Ja. En ik heb ooit, lang geleden in Nederland, heb ik een documentaire gezien die hierover ging. En op de vraag van, ja, waarom zoeken ze geen contact met ons? Waarom komen ze gewoon niet straightforward vertellen wie ze zijn en wat ze willen doen? Toen zei iemand iets heel scherps. En die zei, als je in een ruimte binnenstapt, waar allemaal kakkerlakken op de grond zijn, dan ga je toch ook niet aan die kakkerlakken vertellen wie je bent en wat je kon doen. En daarmee illustreerde die persoon van ja, de intelligentie van die aliens en zeg maar de intelligentie van de mens, dat er een heel groot verschil tussen die twee zit. Maar waarom gaan wij zo überhaupt ervan uit dat ze intelligenter zijn dan ons? Dus we gaan er even van uit, het zijn aannames. Ja, aannames, ja. We gaan ervan uit dat ze dus uit
of een andere planeet of een andere dimensie of een andere tijd komen. En als ze dat kunnen doen, want wij kunnen er niet heen, maar zij kunnen wel naar ons toe, dan illustreert dat toch een behoorlijke mate van intelligentie. Want wij hebben die technologie niet om bijvoorbeeld terug te reizen in de tijd of naar een andere dimensie te reizen. We hebben al moeite om naar de planeten die dicht bij de aarde liggen te reizen. We kunnen het wel. We zijn naar de maan geweest. Ze zijn nu bezig op Mars. Maar verder dan dat komen we eigenlijk nog niet. Ja, maar is het ook niet zo dat sinds de mensheid er bestaat, de mens gewoon erin wil geloven dat er iets is? Omdat we ons misschien zo nu al eenzaam voelen op aarde. We zijn een beetje uitgekeken bij met onszelf. Nou, nee. Dat zou ik niet zeggen. Het is wel zo dat vooral ufologen heel graag geloven in aliens en ufo's. Nou, in ufo's hoef je niet te geloven, die dingen zijn er. Maar er zijn genoeg aanwijzingen dat er buitenaardse aanwezigheid is geweest. En met name in de geschiedenis, hè, in de oudheid. Ik weet niet of je hebt gehoord van de Nazca-tekeningen in Peru. Dat zijn hele grote tekeningen die je eigenlijk alleen kan zien vanuit de lucht. En voor zover ik weet, kon de mensheid nog niet vliegen in die tijd. En die tekeningen die zijn dus per toeval ontdekt door een piloot die boven dat gebied vloog. En zag dat er, want ze dachten eerst dat het paden waren. Maar die paden liepen nergens heen. Dus pas toen die piloot erboven vloog, zag hij dat het om hele grote tekeningen ging. En het is niet waarschijnlijk dat mensen dat zelf hebben. Het kan zeg maar in opdracht van zijn geweest, dat het door mensenhanden is gemaakt. Maar er moet iets aan de hand zijn. En het vermoeden bestaat, nogmaals, dat het in dit geval om buitenaardse machten gaat. Laat me het zo even uitdrukken. Maar rond dit alles van het dat er leven is buiten aarde, op de een of andere manier, of dat er zogenaamd wat we noemen buitenaardswezens of aliens worden genoemd, zijn er een heleboel complottheorieën eromheen gemaakt. Is het misschien niet zo dat de mensen die theorie hebben gemaakt en we zijn erin gaan geloven? Want daar, op een gegeven moment in de jaren 40, toen de filmindustrie een klein beetje beter werd in Amerika, dan kwamen er een heleboel aliens movie naar voren. En uiteindelijk, dan wil je toch wel even geloven dat E.T. bestond. Want ik vond E.T. een heel leuke film. Ja, ik weet niet of je het kent, Extraterrestrial. Ik vind het nog steeds leuk overigens. En ik geloof er bijna in. Want ik vond het een heel grappig manneke. En aardig manneke. Ja, heb je Paul gezien? Ja, Paul heb ik ook gezien. Is ook van Steven Spielberg. Right. Oké, je zegt met de opmars van Hollywood en de filmindustrie, klopt, er zijn heel veel alien films gemaakt. Maar wat ik net al aangaf, het zijn juist de bewijzen uit de oudheid die staan voor wat ik zeg. Dat het geen complottheorie is dat door mensen is verzonnen na de de filmindustrie of de revolutie van de filmindustrie, maar die dingen die waren er al. Er zijn Bijbelse verhalen die duiden op de aanwezigheid van buitenaardse machten. Er is een verhaal van Ezekiel, dat was een profeet, en die beschrijft dus wat hij heeft gezien. En als je dat leest, als je dat vandaag de dag zou lezen, beschrijft hij gewoon sowieso 4 ufo's, dat ze waren wielen. En in die wielen, daar zaten dus wezens in. En die beschrijft hij ook. Maar hij, in zijn gedachten, waren het engelen. En kwam ze van God af of zo. Maar als je daar nu heel kritisch naar kijkt, dan zie je, het bewijs ligt echt in het verleden. Het hindoeïsme kent bijvoorbeeld het fenomeen Vimana, of Vimana. Als je daarnaar kijkt, je hoeft het niet eens te beschrijven, maar als je ernaar kijkt en hoe wat erover gezegd wordt, dan duidt dat heel sterk op een UFO in die tijd. Dus het is niet iets van de filmindustrie en een complottheorie, het was er al. Ja, oké. Okay. Martin Pandey, daar praten we mee, dames en heren. Martin, als je eens zou tegenkomen, laten we zeggen, want je gelooft erin, je bent aan het studeren erin, je bent gaan lezen, je bent je gaan verdiepen, laten we zeggen, je komt morgen één tegen. Wat zou je er tegen zeggen? Vragen wat ze komen doen. Oké. Okay. En wat denk je dat ze jou zullen zeggen? Nou, misschien krijg ik niet eens antwoord. Want er zijn mensen, de mensen er zijn gevallen hoor. En dat is veel te uitgebreid om het nu te bespreken. Maar wij
zeg maar, aliens, vermoedelijk, zouden hebben duidelijk gemaakt dat ze die vraag wat ze hier komen doen, niet ons wel kunnen vertellen, maar wij gaan het niet begrijpen. Dat hebben ze dus al eerder kenbaar gemaakt. Mm-hmm. En ik moet steeds denken aan het kakkerlakverhaal van die documentaire die ik had gezien, mm-hmm. waarbij ze het niet eens de moeite waard vinden om ons te informeren of ons te benaderen. Maar ja, als ik er eentje tegenkom, ga ik het zeker vragen. Wat hij dan als antwoord geeft, dat zullen we dan zien. Oké, maar Maarten, er was destijds een organisatie hier in Suriname. Je zei, die organisatie bestaat er niet meer. Het was een soort meldpunt. Hebben jullie destijds ook wat melding gekregen van lokale burgers die op de een of andere manier iets hadden gezien of iets hadden waargenomen? Ja, we hebben een aantal meldingen gehad. Die werden onderzocht door degene die daarvoor gecertificeerd was. Dat was Tanja Wijngaarden. Ja. En in sommige gevallen bleek het dus om een normaal verschijnsel te gaan, waar mensen dachten dat ze iets hadden gezien. In andere gevallen is het niet verklaard. Iemand heeft ook eens een keertje, geloof ik, gefilmd. Ik weet niet meer welke buurt het was. En dan zag je dus echt een heel fel blauw licht. Maar dat konden we dus niet verklaren. En er is één melding geweest en dat was helemaal in het begin. En dat was een foto die was genomen door Sjaan Binda, de parlementariër. Mm. En hij deed toen tours, hij was touroperator. En hij reed, als ik me niet vergis, aan de Leijsweg. En hij heeft die foto dus genomen. Ze zagen UFO's en hij dus had zijn camera bij zich, want hij kwam terug van een tour. En toen heeft hij een foto genomen. Oké, die foto is bij ons terechtgekomen. En in eerste instantie leek het gewoon op een licht. In de lucht. Het was 's avonds. Maar toen heeft een van ons, Rakesh Adin, die heeft die foto vergroot. En toen hij het vergrootte, ik weet niet hoeveel maal, maar hij heeft het vergroot. Toen hij het vergroot, toen zagen we duidelijk de vorm van één van de typologieën van UFO's. Want er zijn verschillende type UFO's, die zijn gedocumenteerd en die zijn beschreven. En dit was er eentje, het had dan een belvorm. En daaronder had het drie van die bollen. En die zijn ook elders in de wereld gezien en gedocumenteerd. En dat vond ik wel de meest opmerkelijke melding die was binnengekomen. Oké, Maarten, geloof je nog dat je ooit eens tegenkomt terwijl je nog in leven bent? Of wil je dat ook meemaken? Want je bent enthousiast, je bent nog steeds enthousiast erover. Je gelooft erin. Zeg je van, hey, in my lifetime I want to meet one of those guys. Of ik wil wel iets zien. Ik heb als kind iets gezien. Dus, dat was dus een UFO heb ik wel gezien. Op Aruba heb ik een soort bol heb ik gezien. Maar of ik een alien wil tegenkomen, ik weet het niet. Ik weet niet of ik dat wil. Zou ik één kunnen zijn? You never know. Je lijkt er wel op één. Maarten Pandy. Ik ga je bedanken voor je bijdrage, Rashid Pirkas. Kul a jorkul. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Fijne avond.